ik wil toch nog even naar Oets. Want is dit het enige wat je organiseert om geld bij elkaar te krijgen? Nee. Dit is wel een, voor ons wel een hele belangrijke. Dus, nee, we doen ook heel kleinschalige dingen. Wijnproeverijen, bierproeverijen, dus Jochem. Iets van 40, 50 verschillende soorten bierproeven. Dat is, Want hoeveel geld wil je bij elkaar krijgen? Ik zelf 10.000 euro. Ik zit op dit moment al op een mooi bedrag. Al over de 1300 euro. Ik heb al 750 euro weer aan toezeggingen. TJ-Stil heeft ook een heel mooi bedrag. Vanwege een project dat wij draaien op het Trappers. Mm-hmm. Dat is, heeft ook weer 500 euro opgesmeten. Ik heb een, ik mag niet sponsors noemen, neem ik aan. Dus dat doe ik ook maar niet. Als je er maar meerdere noemt. Ja, nee, dan moet ik momenteel heb ik er nog maar één. Dus dan laat ik het aan. Maar. Welke is dat? Dat mag u niet zeggen. Nee. Maar ik ben heel ludiek. Dan kiest, ik kan zeggen, het komt uit de automobielindustrie. En ik kiest twee keer in de week in een prachtig mooie auto huren. Echt een sportboy, een hele liefste. En die, nou, ik probeer ik dan ook weer die, de 14 november ik weer even onder de mand te brengen. Misschien wel ze. Is wel hier die soort, hey, ik wil die auto wel van de week aan huren voor 200 of 240 euro. Ja. Nou, dan kun je die maar niet tikken. Wat voor merk is het? Het is een Peugeot, dus een Kimmel. En hij wint het ook niet. Hij werkt het onder, meer ik in Burgum. Goed, jij betaalt ook persoonlijk de boete die je nu uitgelokt hebt? Nee, niet Peugeot, maar die lijkt vlak bij de Open Garage en bij de Nissan en de en VW. Maar goed, oké. Hou het al je gewoon. Mooi. Even naar de Huxens. Ik zie hier een cd liggen. Is dit jullie eerste? Ja, onze eerste echte eigen, met alleen maar de eigen nummers. We hebben wel eens een keer een singeltje uitgebracht, maar die hebben we dan ook nog weer opnieuw, zeg maar, gemasterd, opnieuw ingespeeld en dan ook weer op dit album uitgebracht. Dus dit is onze echt onze eerste debuutalbum. Ja, en de kwaliteit is precies wat we net ook hebben gehoord. Maar zullen we zo meteen nog horen, want we draaien nog een nummer, denk ik. Ah, leuk. Ik moet even zeggen dat het hele Benefietconcert, dat nemen we op. Of nemen we net op. Ja, op video. Dus we proberen daar wat van te meiden. Maar we willen in ieder geval ik live uitsturen. Het is meestal die Huxens live jerrebollen. En soms is dat op de radio nog beter te verstaan dan in de zaal zelf, is mijn ervaring. Die kennen de, ik ben de datum even kwijt. Wanneer weer? 14 november. 14 vrijdag. November op vrijdag. Dan kennen dan inderdaad oorstemmen op buurse frequenties. En dan kan alles meijeren wat er gebeurt. Ik denk dat we een beetje er toch heen binnen. Nou, in ieder geval. Het gaat vooral om dat benefietconcert en wat het opbrengt. Hè? Ja. Want ik denk dat het heel belangrijk is. Even kinderen in Oeganda. En jij gaat nog meer dingen doen. Ik hoorde zelfs met een bekende zanger uit deze omgeving ergens. Misschien. Ja. Misschien zien we je dan nog een keer weer. Ja, ik doe mijn best. En ik, het zou super zijn. Ja, nee, maar eerst 14 november. En nou ja, ik wil toch even Bianca en uiteraard Jochem. Ja. Van mij natuurlijk heel erg bedanken. Want zij dragen uiteindelijk een blanke rol in. Want toch is het gewoon het organiseren. Hey, heel veel succes allemaal. Ja. En wij zullen het horen en zien. Zeker, wat een mooi feestje. Oké, we draaien nog het nummer, als ik het goed uitsprek. Als je graag wilt soepen, bel dan een Bob. Dat is Wijzeles. Wijzeles, ja. En het is een bliksemschijf bij Radio Continu. Dat zit er ik bij. Dus nou, Basiel, we hebben een eind. Ik dacht genomen naar de kist.
dorst en zweet. Ben je beste Peert van stal, maar zelfs ik weet, ja echt. Hij graag wil zoenbel dan Bob. Hij graag wil zoenbel dan Bob. Maar het is nou te laat, ik ben al en gris. Want in jouw kwits mijn riebewies. Hij graag wil zoenbel dan een bob. Ja, hij doet wel springen achterop. En in de beste pit van stal, maar zelfs ik weet, ja echt. I'm wrong.